...komt hij tot u. Maar we beginnen met de maand van het spannende boek. Dat is deze maand namelijk. Thomas Ross is de godfather van het genre, althans zo wordt hij wel genoemd. Faction heet het uh, met je. Het schrijven van spannende boeken, boeken die naar werkelijkheid verzonnen zijn... ...op basis van bestaande figuren of situaties. Het Koninklijk Huis, de moord op Fortuyn en alle machinaties daarachter... ...over de geheime dienst en de moord op Theo van Gogh... Ros werd geboren in 1944, werkte ooit als journalist. Debuteerde in 1980 als thriller-auteur. Zijn vader was verzetsheld en werkte later bij de Geheime dienst. Ook wel aardig om te vermelden dat hij vele prijzen heeft gewonnen. Thomas Ros, hartelijk welkom. Dankjewel. We gaan een paar keer onderbroken worden uh, vanwege voetbal. Heel goed. Je hebt, je hebt zelf ook gevoetbald hè? Als, ja. uh, als jongeman in ja. Den Haag. Maar niet ja. bij Ado. Jawel, kwam altijd bij Ado. Maar mijn vader vond Ado. Wat vulgair, moet ik zeggen. En bovendien kon ik het wel aardig. Dus op een gegeven moment ga je dan in de A-selectie zitten. En dan zou je naar de zondag voetbal moeten. En ik ben geïnformeerd opgevoed. En in die dagen werd er niet gevoetbald op zondag. Althans, het werd wel, maar niet door ons. Zelfs luisteren naar voetbal ging niet. Dus, uh. En vervolgens ben ik uh, bij een keurige Haagse club gaan uh, voetballen. Eerst nog naar een christelijk Haagse club, vergeten. Die heb je ook nog. Die Hagen en later bij HBS in Den Haag. HBS is wel de, de goede kant van Den Haag. braaf stand. Ja, Den Haag heeft een breuklijn. Ja. Nou, veen En niet alleen en voetbal, sand. natuurlijk. Ja. Ja. En dat nee, was wij, de goede het, kant. Ja. Maar het is heel, heel, uh, heel klassiek. Wij woonden eerst in het deel wat je noemt uh, het Veen, zal ik maar zeggen. En toen mijn vader promotie maakte hier op het geheime dienst, maar dat heette de BVD. En verhuisden wij naar de keurige. Vo Nette vogelbuur, dat is een buurt tegen de duinen aan. En dat is het zand. En dan, dat gaat gepaard met enige status. Scholenwisseling, uh, dat soort dingen. Die vader die fascineert me meteen uh, enorm. Omdat ja, als je, als je thriller-auteur bent. en het gaat natuurlijk vaak over uh, geheime diensten en, en complotten. en je hebt een vader die eerst bij het verzet zat en toen bij de BVD. Ja. Ja, dan, dan hoef je geen grote psycholoog te zijn om daar iets achter te zoeken. Nee. 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 Maar, maar, niet dat ik ooit ambieerde om thriller-auteur te zijn. In mijn... Ik ben pas laat begonnen eigenlijk. maar Ik ben met mijn 35 e gereputeerd. met een spannend boek of met een thriller. En ik heb altijd of geschiedenis willen doen, dat heb ik ook gedaan, en de, en de journalistiek in. Daar was mijn vader overigens ook tegen, tegen de journalistiek, net zo hard als tegen, überhaupt tegen voetbal. Want goede BVD'er in die tijd. Maar het gevleugelde woord van hem was dat <coughs> journalisten nog erger zijn dan communisten. En dat uh, heb ik me toen niet aangetrokken. Dus ik ben naar de allereerste lichting van de school van de in Utrecht gegaan toen die net opgericht was. En heb ik een tijdje in de journalistiek gewerkt. Maar je kan natuurlijk zeggen, oké, okay, die geheimzinnigheid die ook die rond hemzelf hing. Hè? Want ja, als kinderen, uh, je refereerde net even Theo van Gogh, een vriend van mij. Theo's vader werkte ook bij de BVD, en ook Theo wist eigenlijk niets van zijn vader. En ik wist helemaal niets. En mijn moeder wist goed huwelijk, wist dat niet. En mijn broers wisten dat niet. En... Pas na zijn te vroege dood ben ik wat gaan spitten en gaan zoeken, maar echt veel weet ik nog niet. Maar je wist wel dat hij bij de BVD werkte. Het was niet dat hij een soort ja, valse het, baan had waar hij ja, elke ochtend naartoe ging. Nee, toen ik een jaar of 16 was, heeft hij me dat verteld. Daarvoor interesseer je ook niet zo erg voor. Mijn vader zei gewoon: Ik ben ambtenaar bij Binnenlandse Zaken. En dat is ook zo: de Binnenlandse Veiligheidszins hoort bij Binnenlandse Zaken. En als je daar werkt, ben je een ambtenaar. Dus op school, als me dat gevraagd werd of je vulde wat in, zei ik. Ik geloof dat Theo van zijn vader minister van zijn vader ambtenaar van landbouw moest noemen of zoiets. En pas veel later <coughs> heb ik besloten, uh, om met Theo had ik besloten om samen met hem, maar een vroegtijdige dood is dat verhinderd, ooit nog eens een documentaire te maken. We zijn er nog mee begonnen en dat is een typische Van titel, Twee jongens op zoek naar papi, zou die dan heten. Om erachter te komen wie waren die mannen, wat deden ze nou echt. En, uh, ja. Maar hij, natuurlijk heeft het beïnvloed. Weet je het eigenlijk, wat, wat hij deed? Je, je ja, een, een beetje wel. Ik heb ooit van. Uh, maar hij wil niet dat ik de naam noem, doen we toch. Ik heb ooit Arthur Dokters van Leven, die later hoofd werd van die BVD. en ook een buurtgenoot is. Uh, geïnterviewd. En toen zei ik. Meneer Dokters van Leven, mag ik nou eindelijk. of mogen wij thuis nu eindelijk eens het dossier van mijn vader.? Dat is een van een van de allereerste. Hè. Die BVD is opgericht in 1945 en daar was mijn vader bij. Mogen we nu eindelijk het personeelsdossier hebben? Dus geen denken aantal dokters van leven, en een van de volgende dagen lag een grote bruine envelop bij ons in de bus uh, waar zijn personeelsdossier in zat. Maar er waren allerlei doorhalingen: iedereen kent die verder. maar zelfs in het personeeldossier, dus ja, daar staat zijn naam en de manier waarop hij aangenomen is. Maar ik weet het echt nog niet. Was het, was het, denk je, iets, iets belangrijks? Stel dat veel voor, want je kunt op meerdere manieren tegen een BVD aankijken als, als, een, als een groot machinaal bolwerk achter de schermen... Dat, dat overal een onzichtbare hand in heeft... dan maak je ze wat groter dan ze misschien ja. zijn. Maar je kunt ze ook zien als ja, ja, goedwillende amateurs. Ja, ik heb een hele tijd... maar iedereen is vroeger altijd een beetje links geweest. Toen dacht, toen dacht ik van... Uh, dit zijn een stel amateurs en ze arresteren studenten Russisch... en, en verkeerde de handelsreizigers. En, dat, en die blunders waren er ook. Dat vond mijn vader heel... dat weet ik nog wel... Ik weet dat er bijvoorbeeld documenten van de BVD gevonden zijn in een viswinkel in Den Haag. En dat was natuurlijk lachen en smullen voor de kranten en kijk onze geheime dienst. Dan lachte hij een beetje en hij vond dat eigenlijk wel een goede dekmantel. De BVD, en ik ben nog niet zo voor die BVD, maar ik moet erkennen... De BVD was in de jaren 50, 60, de tijden van de Koude Oorlog, een zeer, zeer uh, capabele geheime dienst. Uh, waar samenwerking met de CIA, mijn vader is ook getraind door de CIA. Die jongens werden in de jaren 40 al in Amerika en Engeland opgeleid. Waar zelfs de KGB, de Russische geheime dienst, en dat werkte dan via de ambassades. Uh, van zeiden dat dat een hele nou ja, buitengewoon capabele tegenstander was. Dus links, ik was lid van de PSP, het was woede van die vader natuurlijk. geneigd om zo'n dienst te onderschatten, maar dat is niet waar. Het is een beetje hetzelfde wat we nu hebben met die hele NRC. Wij denken dat wij dat hele kleine AIVD'tje, zoals het nu het... Dat is niet zo. Dat is een grote dienst. En natuurlijk doet hij precies hetzelfde en werkt hij samen met die NRC allang. Er zit toch een interessant contrast weer die vader. Een, een, een vader die ooit een onderscheiding kreeg van prins Bernard zelf. Een, nou. een verzetsheld. Dus uh, toch een man van het gezag. Een, een, ja. een man van rechterzee en volk en vaderland en, en et cetera. Een, een held in die zin. En een zoon die, die je toch meer zou zien als een, als een rebel. Ja, maar dat is een beetje het, het stereotype product van die jaren 60, denk ik. Als je ja. gaat, ik ging studeren in Amsterdam. En ik kwam daar aan, ik geloof in 1964, 1965. Nou, dat was de tijd waarin een andere hagenaar, Roel van Duin, ook in Amsterdam was. En we Provo begon. Dus toen ik daar kwam wonen... weet ik nog goed dat de eerste borden voor de gemeenteraadsvereniging Provo... dus je was in de band van... en de eerste luchtjes van marihuana kwamen eigenlijk al uit keldercafés en zo. Dus daar was je... Ja, op je twintigste was je totaal in de band daarvan. En, en word je inderdaad lid van de PSP en ben je bezig met anti-Vietnam-demonstraties? Dat moet voor hem, uh, dat heeft hij meegemaakt, natuurlijk niet zo prettig zijn geweest. Want ik weet dat s'morgens op de Binnenlandse Veiligheidsdienst kijken ze naar de lijsten, de zwarte lijsten, wie demonstranten. Nu... Dus als daar je zoontje op staat, is dat niet zo prettig? Dat heeft ook wel eens gezegd. Maar ik vind het gewoon een, dat ik een logisch product ben. Even goed als ik nu weer recht ben geworden op deze gezegende leeftijd en een andere partij ben. Nou, die Psp bestaat gelukkig niet meer. Maar hij heeft gezegd uh, dan van goh, ik, ik zag je op, op mijn werk uh, op een lijstje staan of, of ging dat anders? Ging dat subtieler? Dat ging subtieler. Maar hij, de anekdote, nou, het is geen anekdo, Ik was er, hij bracht mij zelf in zijn auto naar Amsterdam, naar mijn eerste kamer in de tweede verdieping in Dwarshaat. Met mijn spullen, stapte uit, wilde daar niet binnen en zei: Toen moet je luisteren. Ik ben heel trots op je dat je nu gaat studeren. Want ik wilde journalist worden, dat heeft hij met mijn hoofd gepraat toen nog wel. En ben dus geschiedenis gaan studeren. Want dan, hij zei nou, dan: Nou, misschien kan je dan nog in de publiciteit. Hopende dat ik een nette docent zou worden, natuurlijk. En hij laadde mijn spullen uit met mij, zette dat op straat. zei: je, ben, je mag nu alles doen, je gaat studeren. Maar als ik begrijp, bedoel je op de dienst, dat je lid wordt van de ASFA en van een communistische. studentenvereniging was dat toen, die heette, ik weet het niet meer. Uh, dan kom ik terug en breek ik allebei benen. En toen stapte hij in die grote auto en reed uit de, tweede de, op en naar de achter naar Den Haag terug. Wel lekker duidelijk. Ja. Ben, ben je een, een complotdenker? Moet, moet ik dat zo zien? Ja. Nee, ik hoor niet in de categorie je hebt complotdenkers. Ik schrijf op dit moment een boek en er zit continu op dat verdomde internet naar al die complottheorieën te kijken. Rond nou ja, de, de topambtenaar Joris Demming... die de afgelopen maanden natuurlijk nog nee, in het nieuws heeft gestaan vanwege. Vermeende pedoseksuele activiteiten. Daar heb je complotdenkers. Daar heb je mensen als Micha Kat, die, die de, 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 de Stichting, de Roestige Spijker, dat soort dingen. Dat is waanzin. Dat gaat zo ontzettend ver. Dat, nou goed. Dus in die zin ben ik dat niet. Ik kijk wel naar al dat soort af. Die zoek ik ook op. Je had het over faction, dus factie. Ik kijk wel naar nou ja, zaken in de geschiedenis die niet opgelost zijn. En bij Demming kijk ik ook. wat kan daar. We weten een aantal feiten, maar we weten het niet veel. Wat zou er eventueel achter kunnen zitten? Laat zeggen, die vraag intrigeert mij, dat Joris Demming. over wie deze verhalen al heel lang gaan, al meer dan 30 jaar, hoe kan het zijn dat die man desondanks benoemd is tot de hoogste positie in het ambtelijke apparaat, secretaris-generaal van Justitie, met de benoemingen van rechters, procureurs-generaal, mensen bij de politie, noem maar op. Die vraag heb ik eens gesteld aan nog een buurtgenoot. Ik dus er... los, los van of het waar is, uh, die geruchten zouden al genoeg moeten hebben zijn om, om hem niet die baan te geven. Ja, tot, zo, tot, zo goed als Guido van Woerkom niet ombudsman wordt dat er ook maar precies. een beetje ja. gehaald is, is. Nu is uh, Demming gescreend, zo heet dat, door diezelfde AIVD. Maar er is grote twijfel, en die is redelijk terecht, aan de manier waarop hij gescreend is, hoe ver het is gegaan en of hij niet gescreend is. Nou, dat zit een beetje in mijn, uh, mijn boek. Of hij niet geschreven is door mensen die hij in een eerdere functie zelf heeft kunnen aanstellen. En je hebt het gevraagd aan een buurtgenoot, wilde je gaan zeggen. Ja, wat, wat een goede buurt woon ik toch, hè? Ja. In mijn buurt woont ook de voormalige minister van Justitie, Piet Heijn Donner. Ook vicevoorzitter van de Raad van State tegenwoordig. En wij stonden samen, ik zal het nooit vergeten. Uh, en toen was ik al bezig met demming, maar ik kwam er niet uit. Wij stonden samen bij Albert Heijn, wat dat doen we wel eens bij de Kassa. Wachtend tot uh, een oud vrouwtje de centje had uitgeteld. En toen. Vroeg ik hem, meneer Donner, mag ik nou zijn een vraag stellen? En vroeg hem dus, waarom is nou juist onder uw ministerschap, hè, dat was in, uh, in 2002, uh, Joris Demmek, over wie zoveel geruchten gaan en meer dan geruchten, benoemd tot secretaris-generaal? En toen zei hij tegen mij, en dat is echt waar, hij zei ook het woord verdomd, wat raar is voor een CDR. En toen zei hij tegen mij, dat weet u verdomd goed. Maar ik vroeg, waarom is die... En betaalde en rekende af en lopen En hij goed nog wel. Maar wat, wat bedoelt u met dat ik iets verdomd goed moet weten waarom Joris Demming dan toch benoemd is? Dat is een hele intrigerende vraag. Dus dan ga je al gauw denken: wat weet Demming van. Oh, waarom heeft hij zo'n beschermde positie? Misschien, misschien zei hij daarvoor iets anders: dat het overstemd werd door het gepiep van de kassa bij de supermarkt. Ja, ja. Dat ja, iemand ja. te ja. hard zijn chips ja. op de band smeet en ja. dat, dat ja. de zin daarvoor wegviel. Daar kan ik niet over ja. praten, dat weet u verdomd goed. Ik vul maar in. Hè? Ja, ja, ja. Dat is anti denken, wat ik nu nee, doe. Nee, ik, ik, ik ga ook niet onmiddellijk de andere kant uit. Maar als een minister dat ontwijkend zegt. Nou ja, dat is de journalistieke inslag dan. Dan ga je dus denken: waarom zou hij dat doen? Wat zou er eventueel zijn kunnen gebeuren? Ja, ik ga hier niet over praten, Pieter, want dan ga ik aan mijn boek komen. En ik wil dat boek ook nog verkopen straks. Maar het is een mooi, mooi vertrekpunt voor, uh, voor een boek. Laten we eens kijken wat er gebeurt in uh, Brazilië. Waar Japan en Griekenland elkaar uh, ontmoeten in een voetbalstadion. En die houdt Hoe gaat het daar? Goed, 14,5 minuut gespeeld. 0-0 de stand. Uh, Eén van beide ploegen moet gewoon winnen. Gelijkspel, daar heb je heel weinig aan. Want in de, andere, de andere twee ploegen uh, hebben drie en zes punten in deze pool. En deze ploeg hebben alle, allebei nog nul punten. Dus een overwinning is eigenlijk de laatste kans om nog iets aan deze pool te doen. Om uh, verder te komen. Want uh, Colombia heeft al uh, twee keer gewonnen. Eén keer van Griekenland met 3-0. En vanavond. Uh, uh, van Ivorcus. En Ivorcus won eerder deze week van Japan. Dus Japan en Griekenland allebei op nul punten. In Japan heeft het wel. Nog weinig echte kansen gezien. We hebben dus een uh, kwartiertje gespeeld. En in het stadion in Natal, Estadio Des Dunas. Waar 40.000 mensen zitten. Is het nog niet echt verheffend in de wedstrijd tussen Japan en Griekenland? Nog altijd 0-0. De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey heeft een nieuw album uit. Ultra Violence. En dat is een. Uh... Een beetje theatrale plaat geworden voor de liefhebber van bombast en overdaad. En wie is dat uiteindelijk in zijn hart niet? Luister naar Is This Happiness? Is This Happiness van het nieuwe album van Lana Del Rey. U luistert naar Nooit Meer Slapen in gesprek met uh, Thomas Ros, naar aanleiding van de maand van het uh, spannende boek. Ik denk altijd dat de autoriteiten te stomzinnig, te, te, te knullig... en uh, te slecht georganiseerd zijn om echt een complot goed uit te voeren. Dus, dus ze zullen het wel proberen, maar het zal niet lukken... omdat ze daar gewoon niet capabel genoeg voor zijn. Het zal altijd uitkomen. Heb je het nu over de politici? Ja, en de je oh maar dan vergis je, denk ik. Ja? Ja. Je hebt natuurlijk razend slimme ambtenaren. Dat is zo. Wat er aan de toppen van de ministerie zit. de macht die ze hebben. Niet alleen naar zo'n Demmink, Maar die jongens zitten daar. Of die meisjes soms ook. Neem zo'n rechterhand van Rutte. die nu wethouder wordt. Keizer Olden, Olden gaan heten. Ze is een hele slimme, intelligente vrouw. met een enorm. Sorry voor het woord. netwerk. Zit er al heel lang. Nemen de beslissingen. Die politici komen en gaan. Vier jaar, drie jaar, weet ik wat. Um, maar als je naar operaties kijkt van um, onze eigen AIVD, bijvoorbeeld. laten we zeggen, in de jaren 50, 60 hebben ze een hele mooie operatie gehad. Dus echt pet, pet, echt pet af. Ze hebben een eigen communistische partij gemaakt die nog radicaler Communistisch was, dan de CPN toen was. Die partij heeft toen de internationale contacten mogen leggen met tse toen, met Croetje, weet ik wat. werden ook uitgemaakt, waren pure BVD-mensen. Dat, is, dat, is, dat zou je niet als een James Bond verhaal kunnen begrijpen, niet eens toch? Is zijn heel goed in elkaar gezet plot tot het op een gegeven moment over, en dan struikelt het en dan valt het. De moord op Pim Fortuyn, Wat ik dus vind, is een fantastische manier van. Een politieke moord laten plegen door iemand die zelf niet eens weet dat hij dat eigenlijk wel, dat hij die moord pleegt, maar wat erachter zit. Met schone handen weggaan, als BVD en de andere geheimdiensten, MIVD. Um, en Volkert van der Graaf, ja, is ook de moordenaar, dat klopt. Kijk, Volkert van der Graaf heeft Pim doodgeschoten, omdat hij een milieujongen was, radicaal. dacht dat Pim Fortuyn een soort Adolf Hitler was, weet ik wat die jongen dacht. En de AIVD en de MIVD wisten al vijf maanden lang, namelijk sinds 8 januari 2002, en dat staat gewoon ook in een rapport hoor, van de regeringscommissie van de Haak. Wisten al vijf maanden dat twee jongens, uh, Volkert van der Graaf en zijn compaan, van plan waren om Pim Fortuyn te vermoorden. Waarom hebben ze hem dan niet tegengehouden? Maar hebben ze hem niet tegengehouden uh, in, in deze versie? Nee, ze hebben ze gang laten gaan. Of hebben ze hem klaargezet? Want dat, dat is ook een nee, hoorde nee, 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 theorie. Nee. Je kunt ze iemand hebben, natuurlijk een, een kant op masseren. Nou, ze hebben me in elk geval niet tegengewerkt, want ze hebben me laten gaan. Hij, hij werd al sinds 1996 afgeluisterd door de regionale recherche. En die, die werkte altijd voor de IVD. De IVD zal zelf niet afluisteren, dat gebeurt door politieeenheden. Dat mogen ze niet, ze zijn geen opsporingsambtenaren. En de regionale politie in Gelderland hield Volkert van de Graaf en die Compaan... al sinds 1996 in de gaten. Niet alleen omdat ze een zogenaamde staatsgevaarlijke... Een radicale Milieuorganisatie hadden gevormd. Maar ook omdat ze verdacht werden van de moord op een milieuambtenaar bij Nunspeet, Waar justitie nooit achter kon. Deze jongens werden altijd al in de gaten gehouden. Nou, Toen ze afgeluisterd werden op 8 januari 2002, waarin wordt gezegd. de tekst dat letterlijk in het regeringsrapport... wordt naar het onderzoek naar de commissie uh, van de Haak naar de Beveiliging van Fortuin. Uh, we hebben het over een politieke tegenstander uit de weg ruimen. Nou, als je dat hoort als AIVD, dan hou je hem nou letterlijk in de gaten. En dan heeft de jongen dus vijf maanden lang, hij heeft, heeft toen een pistool gekocht. Hij is gaan oefenen in de bossen bij Harderwijk, waar hij woont. Hij is herhaalde malen bij Fortuin gesignaleerd. We zien het ook op film. Fortuin wordt bekogeld met die taarten nog, weet ik wat, daar staat hij bij. Uh, hij is de... Als je hem zo schip in de gaten houdt en hij rijdt op die dag, de 6e mei. Niet naar zijn werk in Wageningen, maar hij rijdt naar Hilversum. En hij heeft verstopt zich hier op de borstjes van het Mediapark, waar we nu zitten. Het is nu wat anders geworden. En hij zit daar twee uur met een pistool in de borstjes. Klopt het dat je zojuist. Ja, mensen vinden dit complot, denken, maar. Nou, het is, het is, een, het is een theorie. Ik weet niet of het waar is, maar. Nou ja, laat ik één ding mag zeggen. Wat, wat, ik beroep mij zo ontzettend op feiten. Ik heb nog nooit antwoord gekregen, niet van de politie. We hebben met iedereen gepraat. Dat Fortuin is volgens twee politierapporten neergeschoten met zes kogels. op een afstand van 20 tot 50 centimeter. Eén kogel dodelijk in het hoofd. Met een wapen van punt 25. Als je dat doet, Pieter. heb je geen hoofd meer van 20 tot. al doe je iets van een meter. Maar Fortuin, misschien herinner je die foto nog, ligt daar plat, stervend of al overleden. met een witte doek tegen zijn schedel. En er zit wat bloed op. Dat kan. Maar dat kan niet met een wapen- en politierapport. een afstand tussen de 20 en de 50 cent. Ik heb nog nooit antwoord erop gekregen. En er zijn, echt, er zijn ook kamervragen gesteld, ook niet. En het is ook behandeld in een commissie. En Klopt het dat je zojuist je auto hier op het Mediapark geparkeerd hebt. op de plek, het parkeerterrein bij het ja. voormalige audiocentrum waar het gebeurd is? Nee, ik zet mijn auto op de plek waar Volkert van der Graaf zijn auto toen parkeerde. Dat is in de Borneo-laan, aan de overkant van bij het, de, het, de bij weg. het benzinestation, bij de, ja, de, de Texaco, bij Texaco waar die, waar die daar gepakt is. De bak, ja, en even, daar, loopt een, daar loopt de Indische buurt in heel veel En dat is een soort bijgeloof van mij. Elke keer als ik in het mediapark moet zijn, parkeer ik mijn auto daar... waar ik ongeveer, ik weet niet precies op welke plaats hij stond... zijn oude Toyota heeft geparkeerd. Dan pak ik mijn vrouwfietsje uit de bak... En dan fiets ik vrolijk hier naartoe. En dan neem je eigenlijk de, de klunzige geplande vluchtgroeten van, van Volkert. Ja. Want ja. Dat, dat was natuurlijk niet zo'n. Dat duidt aan dat het een obsessieve daad was. Als je zo slecht je vlucht plant. Dan... Nou, dat, 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 dat zou misschien erg ver gaan in het programma wat ik daarvan denk. Weet ik niet. Maar kijk, Volkert. Het vlucht bijvoorbeeld. Hij, hij loopt gewoon binnen. Hij liep gewoon het mediapark binnen. Hoewel dat toen slagbomen waren. Dat kon toen nog Je kon lopen. Hij verschuilt zich twee uur lang. Hij luistert naar een interview wat, wat Ruud de Wild afnam hier voor tuin. Dat was in de moed, in de winning moed. Hij schiet hem neer. En nu vlucht hij niet dezelfde route terug waar hij waar bij was. Want hij stond op de plek waar beeld en geluid nu staat. Nou, dat is, was toen vlak bij de uitgang. In de verwarring, de chaos, de paniek. dat Fortuin was doodschoten, had hij weggekomen. Hij had alleen maar de drukke Insulindeweg, weg. spitsuur, zes uur. over hoeven steken. Was in zijn autootje gesprongen. En toen pas was de eerste er misschien geweest die 1 en 2 had gewild. Maar dat doet hij helemaal niet. Hij rent het Mediapark binnen. Want hij rent helemaal langs VARA, VPRO, NOS. door omheen langs het humanistisch verbond. Ja, de de RVU was het. RVU. Ja. En dan rent hij half naar Boven toe en daar waren toen hekken open, want daar werd een studio gebouwd en dat heeft hij geweten. Theo van Gogh heeft altijd beweerd en heeft nog een advertentie ook geplaatst in de regionale krant hier, de Gooi en Eemlander, wie daar een vluchtauto heeft zien staan. Theo beweerde hij is die kant uitgevlucht omdat hij daar een makker had, omdat ze zich concentreerde waarschijnlijk op de hoofdingang van het mediapark, dus dat niet en is hij naar boven gevlucht en daar stond een vluchtauto en daar moet hij. Maar dat is fout gegaan, want Achter uh, Volkert van de Graaf rende toen al de chauffeur van Fortuin. Die belde al meteen 1-2. De jongen was zeer alert. Dus er klonk alarm. Dat klonk hier in het Mediapark ook. Dus die vluchtauto, de jongen daar werd bang. Verdween. Volkert stond er aan de auto. Hij is zo gegaan, dat weten we. Dan pas steekt hij de insulin weg over. Nu weer terug naar de bornië en zijn auto. De, die smolders dapper achter hem aan. En daar komt een surveillanceauto aan. Die was in de buurt. En toen is die gepakt. Je noemde al uh, de, de film die je um, gemaakt hebt met Theo van Dan Althans, Theo van Gogh maakte de film op basis van, van jouw verhaal. We, we luisteren naar een uh, fragment. Van de 6e mei heet dat: Er is een milieuambtenaar vermoord. Vermoed dat je vriend Peter het heeft gedaan? Het moet dood. Je moet mond dood. Ja, het is natuurlijk wrang dat je samen met Theo van Gogh een, een, een vriend van jou een, een film maakt over die moord op op Pim Fortuyn. en dat je dan negen jaar later uh, een boek schrijft over de moord op, op Theo van Gogh, omdat hij ja. inmiddels ook <tus> uh, vermoord ja. is. Het is natuurlijk iets anders of, of je een verhaal uitzoekt van hoe het gegaan kan zijn. Of op welke losse eindjes zit. Je, dat je als een onderzoeksjournalist daar een boek over schrijft. Het moet ook spannend zijn. De karakters die moeten ook een bepaalde ontwikkeling doormaken. Die moeten eigenschappen hebben, dat soort dingen. Mm -hmm. Waaraan moet het eigenlijk voldoen? Wanneer is het geslaagd? Wat is de belangrijkste ingrediënt van zo'n boek? En waar houdt het op fictie te zijn? En waar begint eh, het feit en andersom? Nou, ik vind het belangrijk, althans voor mijn genre, want het misdaadsgenre is natuurlijk breder, maar voor wat je dan met dat Engelse woord faction noemt, vind ik, geloof, is geloofwaardigheid. Je moet, je moet de feiten, uh, mag ik niet manoeuvreren, dus ik mag de werkelijkheid niet naar mijn hand zetten, zo schrijver, dat altijd zo graag zeggen. dat kan helemaal niet. Je moet kunnen checken dat de feiten die ik opnoem, en dat zijn er vaak veel, dat die waar zijn. Die moet je gewoon kunnen googelen, die moet je kunnen opzoeken. En de conclusie of de spanning die ik erin breng, is. Niet goochelen met die feiten, maar is speculerend op die feiten. een, een oplossing bieden voor een onopgeloste affaire. Als ik dat zo geloofwaardig mogelijk kan doen, dat mensen zeggen: verdomd, ja, zo had het inderdaad bij elkaar kunnen zitten. in. noem maar het Engelandsspiel, of met Bernard het Lockheed-affaire, of met de. Moor... We net waar we het over hadden, Volk. Als je zegt dat kan niet, en dat kan iedereen checken. Je kan niet een gaaf hoofd hebben met een schot van een afstand van 20 tot 50 centimeter. maar Volkert stond echt op 20, 50 centimeter. Daar maak ik een heel verhaal van, maar dat moet je allemaal kunnen nazoeken. Als mensen aan het eind van het boek of van een lezing zeggen. Goh, dat wist ik niet en dat klinkt heel erg aannemelijk. Ja, dat vind ik. Niet alleen fijn, maar dat vind ik een hele prestatie vergeleken bij wat je pure fictie noemt. Want dat, dat voorzien je van A tot Z zelf. Ik bedoel, dan ben je bezig zelf een complot te verzinnen. Dan ga je het ook nog oplossen als schrijver. Dat vind ik niet zo erg interessant. Is het doel entertainment of zit er, zit er ook een andere agenda achter? Ja, zit helaas geïnformeerd wel een andere agenda ja, maar nee, wat entertain, is die agenda? entertainment ook natuurlijk. Nou, dat is toch een beetje de, beetje de, de journalistiekbedrijf. Ik las ooit, en zo is het wel begonnen, ik zeg het vaker. Ik las ooit het prachtige boek van. Frederick Forsythe, dat is de klassieke, de dag van de jakhals. Dat zijn moordaanslagen op de Gaulle. President de Gaulle van Frankrijk toen. En dat is zeer geraffineerd, prachtig research beschreven. En toen dacht ik, maar dit is een manier om. Nou, geschiedenis is mijn interesse. Journalistiek. Maar om het te verpakken en het op een andere manier aan te reiken dan. Kijk, want een journalist moet al zijn bronnen kunnen verantwoorden. Hij moet echt alles uitgezocht hebben. Wil hij tot bepaalde conclusies komen? Anders moet hij columns gaan schrijven over romans. En een historicus moet, moet zeker al zijn bronnen. Het mag niet zomaar iets. Suggereer of beweren. Een romancier vind ik mag dat wel, als ik 60 of 70 of 80 procent van de feiten oprijp, en er zijn niet meer feiten, want de archieven zijn weg, de archieven zijn verbrand, weet ik wat. Ja, dan vind ik het, mits je geen smatlassen, weet ik wat, en mits je aan die geloofwaardigheid niet hoort. Ik kan, uh, ik zeg het wel eens spot, want ik doe het nooit. Ik, kan, ik kon premier Balken en dan niet in een bordeel schrijven. Kan niet. Het is niet oh, je zal zien dat hij het doet, maar het is buitengewoon ongeloofwaardig als ik dat zou opschrijven. Geen smaad eh, en het moet geloofwaardig eh, blijven. Het is natuurlijk wel link om, zo'n zaak, Demming, om, nou ja, ja. om daarover te schrijven. Omdat het gaat over iemand die nog leeft. Nou ja, die is inmiddels waarschijnlijk wel gewend om wat modder over zich heen te krijgen. Ja, dat ik het zeggen. dat, dat is je, het dat voordeel. Ken, dat hij kent hij wel. Ja. Hij heeft het eerder aan de hand gehad, ja. laat ik het zo zeggen. Maar het, het blijft toch een, een linkterrein. Ja. Dat klopt. Hoe dus je, je ben voortdurend op? aan het balanceren met Demmink zeker. Want kijk, over Demmink is een hoop modder uitgestort... waarvan ik me afvraag, is dat wel waar? Is dat terecht? Als je met vrienden... Ik doe nogal wat research. Als je met vrienden van Demmink... Daar zijn het ook vrienden voor, begrijp ik wel. Die ontkennen dat. Bij Demmink staat een aantal feiten vast... maar lang niet alles wat er gezegd wordt. En met name elke dag tot nu toe is de man in het nieuws. En wordt dat weer gezegd. En niet alleen door die idiote complotdenkers... maar ook door serieuze journalisten en door... Uh, dus als je dan een boek schrijft, moet je ontzettend oppassen uh, met wat je zegt. En trouwens, mijn uitgever er bezig bij, laat dit soort boeken lezen door juristen ook. Hoor. Niet, niet alleen omdat ik. Dus ik wil geen smaatplegen of zo. Maar kan het werkelijk? Kun je de naam Demming daar gebruiken of niet? En niet alleen omdat. Ik bang zou zijn dat Demming me iets aan gaat doen of zo. Want maar je ik... kunt geen naam Demming gebruiken in zo'n boek, neem ik aan. Ja, ik kan, Deming wel, ik kan de naam Demming wel gebruiken als ik zeker weet dat het waar is wat ik schrijf over Demming. En dan mag je, vind ik. Kijk, ik was zelfs ooit zo zindelijk dat ik dacht. Ik mag mijn verzonnen held. Ik moet, ik moet spanning maken. Ik moet in zo'n boek iemand hebben. die, ja, de, Nou, de held vooruit, maar, de hoofdpersoon. Maar het gaat over prins Berner bijvoorbeeld, of over Joris Demmink. Dan denk ik, dan dacht ik, dan mag mijn held Joris Demmink nooit ontmoeten. Want dat kan niet, want mijn held heb ik verzonnen achter mijn schrijftafel. En Demmink leeft, die heeft die man nooit in de hand gegeven, kan niet. En toen heeft Helle Haas een keer tegen mij gezegd: 'Maar dit is onzin, want dan zou ik nooit een spannend verhaal kunnen schrijven over de hertog van Bourgondië die met een juffrouw in bed. Waarom? Die heeft A ook bestaan, ja. Ja, maar, maar waarom, waarom zou je niet gewoon zeggen: Floris ja, Bintink, mag... eh, topambtenaar? Ja, maar dat, vind ik zo, dat vind ik zo flauw. Als ik, dan weet iedereen totdat ik Joris Demming ben. Ja, maar juridisch ligt het net van de misschien. Mijn eerste boek ging bijna over Prins uh, Bernard. Natuurlijk kon bijna niet anders. En de uitgever toen, dat was Robert Ammerlaan, later bij de Bezige bij Vriend van Prins Bernard, las dat boek en zei: Ik wil het heel graag uitgeven. Ik vind het hartstikke spannend, mooi. Maar zou je me plezier willen doen en zou je Prins Bernard Prins Herman willen noemen? En toen dacht ik, Prins Herman en de Lockheed-affaire. Moet ik het dan Prins. En de Fokker-affaire van. Ja, maar dat kan niet. Dan wordt het flauw. Ja, dan wordt het flauw. Ja. Er zijn schrijvers, ik zal ze niet noemen, die het doen. En het, dan, de, dan zeg ik ook, waarom noem je de naam gewoon? Want als je geen smaad en geen laster pleegt. Verder, voorzitter, dat je kan noemen de goal toch niet uh, de Dubois? Waar, waarom zou je dat doen? Iedereen weet toch dat het om gaat. En zolang die Het is een reconstructie van de feiten op een drama-manier. Het is. Uh, maar is, is het zo dat je eerder een schaarste aan onderwerpen hebt... of juist eerder een surplus aan onderwerpen? Want ik kan me voorstellen dat, dat je de krant leest... En, en dat dan op elke bladzij wel weer iets opduikt... waarvan je denkt, nou, nou dus, daar zit dan, wel een verhaal ja. Maar ik, ik ben, ik ben uh, gebonden aan Nederlands. Althans, dat, dat ben ik. Ik kan, ook de, ik kan ook de moord op Kennedy nog een keer doen... maar dat kunnen Amerikanen veel beter. En dat is al honderdduizend keer gebeurd. Dus waarom zou ik dat nog doen? Er zit ook geen Nederlands invalshoek in, vind ik... Maar ik heb geen surplus meer, want ik doe dit al bijna 35 jaar en ik schrijf nogal veel. Dus ik heb, geloof ik, nu iets van 50 van dat soort boeken geschreven. En de, de, de koek is bijna oppaksen. Dat is niet helemaal waar. Maar ik ga bijvoorbeeld wel weer terug. Want ik ben heel druk bezig met de moord op Willem van Oranje. Wat ook weer lastig is, want iedereen weet, en dat staat vast. Kijk, een echte complotdenker zou zeggen. Balthasar en Gerard heeft die Willem van Oranje helemaal niet vermoord. Het, en het was een dubbelganger. Of God, dat is allemaal onzin. Balthasar en Gerets heeft echt op 10 juli 1584. in het Prinshof in Delft Willem van Oranje doodgeschoten. Dat staat, dat staat gewoon vast. Toch is er iets waarvan ik denk. hé, hey, maar dat is mooi, maar dat is mooi. Maar ik, dat doe ik ook een beetje noodgedwongen, want de is. Kijk, de Tweede Wereldoorlog. Willem van Oranje staat verder weg van ons dan de Tweede Wereldoorlog. Maar de Tweede Wereldoorlog is zoveel uitleggen voor de generatie die nu komt en leest. Als ik nu een boek schrijf waar Willem Drees in voorkomt, moet ik echt een voetnoot. En ik onderschat niemand, maar ik moet een voetnoot zetten wie Willem Drees was. Willem van Oranje die kennen we nog, want die zit in het Volkslied en nog ja, dat soort ja, dingen. Ja, ja. En, en, en is Walter Sargeras dan niet tegengehouden door, door de troepen van, van Willem, door, door de watergeuzen? Of kun je het nee, nog niet nee. verklappen? Nee, ik wil het niet verklappen. Oké. Okay. Uh, ja, hij is trouwens wel tegengehouden, Nee, één ding weten, hij heeft het pistool gekocht van een lijfwacht van Willem van Oranje. Waarmee hij schoot. Hij had geen pistool toen hij binnenkwam. Maar ja, dan kan je zeggen die lijfwacht zat in het complot. Maar dat vind ik ook een beetje flauw. Ik, ik wil het echt... Ja, ik beroep me erop. Ik word vaak aangevallen. Prins Bernard heeft me ook nog wel eens aangevallen. Maar hij heeft er ook geen proces aan gedaan. Lubbers heeft me geen proces aan gedaan. Maar en... dat zegt ook niet alles, dat je geen proces aan doet. Want een proces aandoen wil zeggen, meer publiciteit betekent... schrijven in de vlek I, betekent I, dat het verhaal nog tien keer verteld wordt. Ja, oké, okay, dus dat, dat kan. Maar je weet, het Koninkhuis in Nederland... Nu zijn ze zo wijs. Maar, uh, laten we zeggen, naar aanleiding van een boek wat ik schreef... dat heet Omwille van de Troon. Dat is de Greet-Hofmans-affaire met Bernard en Juliana in de jaren 50. Heeft Bernhard een woedend, een hele pagina volgeschreven in de Volkskrant, die toen nog van zijn vriend Pieter Boertjes was, die was daar hoofdredacteur van. En dat was een, een woedend betoog, waar niet, niet veel van klopte, uh, waar ik wel van schrok. Uh, en daar hebben ze echt van geleerd, denk ik, van die ene pagina, want dat betekent, wat je zei, een herhaling van publiciteit. Want het is natuurlijk eigenlijk voor ons de bezige bij mij een gratis advertentie geweest, nou die was een pagina groot. Volkskrant was nog niet op tabloid, dus hoeveel, ko hoeveel kostte dat wel niet? Ze zijn zo verstandig geworden. Ik heb daarna een boek geschreven, dat heet Het Meisje uit Buenos Aires. Dat gaat over Maxima en haar vader. En daar zouden ze best aandacht hebben aan willen besteden, maar dat hebben ze niet gedaan. En mijn series voor de VPRO-televisie, Bernhard Schaafuit van Oranje en Beatrix Oranje aan de Vuur... heeft woede gewekt, dat weten we, in, de, in het paleis. Maar ze zijn verstandig geworden. Dus net als de Engelse Koningshuis al langs, re die reageert niet, en dat is ook heel goed. Dat lijkt me ook verstandig langs je ja. van je af laten glijden. Dat is, dat is wel een. Ik, ik denk de affaire die in, in je carrière de meeste aandacht heeft uh, getrokken: de, de stadhoudersbrief. Ja. Er zijn meer mensen die daarover geschreven hebben en die daar beweringen over hebben gedaan. Ja. Hou je eigenlijk vol dat de stadhoudersbrief van, van Bernard heeft bestaan? Of ben je er inmiddels ook al achter van, nou ja, dat is waarschijnlijk toch een fabeltje? Nee, maar ik vind. Ik weet dat Jan Mulder altijd spot en zei: laat dan zien die brief. Een kopie, laat hem dan zien. Maar ik, ja, wat moet ik dan zeggen? Ik kan, ook, ik kan ook echt niet aantonen dat er bepaalde prehistorische beschavingen bestaan hebben. Als de, als de brief bestaan heeft, dan is die vernietigd, ondanks alle verhalen over kopie en dat soort dingen meer. Er zijn een aantal verklaringen, ook van mensen die je best kunt vertrouwen. Dus geen rancuneuze hofhoudingsmensen die ontslagen zijn. Want die waren er genoeg op dat schooltje in Den Haag, waar ik zat. Maar er zijn echt een aantal verklaringen die het heel logisch maakten dat Bernhard dat heeft gedaan. Kijk, de stadhoudersbrief is dat Bernhard een brief heeft geschreven in 1942. Gericht aan Adolf Hitler. Waarin hij aanbiedt, het is belangrijk hoor, eind 1942. Waarin hij aanbiedt om. Voor het Duitse Rijk, dat zou collaboratie zijn. stadhouder te worden van de Gouw der Nederlanden. Dus de Nederlandse Gau. Dat hij dat heeft gedaan. zou hem uiterst kwalijk zijn genomen. na de oorlog, toen wij gewonnen hadden. Maar dat hij dat deed in 1942. en ik heb hem daar een brief over geschreven, geen antwoord op gegeven... maar ik denk dat dat zo is. Bernard wist in Londen, hij zat met Willemine in Londen... Juliana zat met de kinderen in Canada. Berne in Londen wisten ze van de eerste joden hier zo onder Zijs Inquart. Zijs Inquart was de landvoogd voor Hitler in Nederland... die alles had overgenomen, omdat het koninkhuis was gevlucht... en de regering. Zij is een kwart, was het eerste jaar wat ze noemden de fluwelenhandschoen. En toen de eerste verzetsgroepen kwamen, en de, en, de, en de rebellie, toen is er met name hier in Amsterdam zijn enorme razia's zoals Waterloopplein, de Jodenbuurt en dat soort dingen meer. Toen dat bekend werd, is er een shock gegaan door Londen dat dat kon. Als Bernhard, als Duitser, als voormalig lid van de SS en van de SA heeft gedacht, buiten dat hij ijdel was, buiten dat hij een machtswisseling, weet ik wat zo. Weet je wat? Als ik teruggaan om dat burgerlijk gezag eigenlijk weer op te vullen. wat we in de steek hebben gelaten. door naar Engeland te vluchten. zoals is gegaan in Denemarken, in België. dan zou ik dat kunnen regelen. Dan zou ik dat kunnen verzachten. Want zij is inkwart gaat te ver. Dus dan blijft het militair opperbevel bij Duitsland. zoals in de aanpalende landen. En dan, dan ben ik. Uh, nou, de stadhouder. Het is dat de prachtig, niet een prachtig verhaal voor, voor, een, voor ja, een. hoor, roman, hoor mij, mij Berlat nou een... eens verdedigen. Ja, nee, maar het zou kunnen. Maar om, om het, als historicus kom je er niet meer weg. En als, als journalist is het, is het ook eindeloop Ja, maar daarom... Precies. Maar dan kun je toch zeggen, als ik nou afga op... waar mensen die beweerden, waar heeft, waar heeft hij hem geschreven? Dat klopt. Da, daar was hij op dat moment. Hij kan het heel goed hebben gedaan, hij, maar dit gaat heel te ver. Hij kan het heel goed hebben gedaan met een Duitse vriend in Washington. Die Duitse vriend was daar, Hij is een belangrijke Duitse geweest. Ze kunnen dat samen bedacht hebben met, wie weet, met andere Duitse vluchtelingen. Uh, we weten dat Juliana er iets over heeft gezegd. We weten, en ik heb het nou niet over weer die complotdenkers... die je vroeger ook had, Wim Klinkenberg. De, 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 er, zijn een aantal, er is een aantal mensen wat, wat je wel kunt vertrouwen erin. Maar als iets verbrand is... Het Koninkhuis heeft heel veel laten verbranden. Uh, dus mensen die denken dat je in het Koninkhuisarchief alles kan vinden... die komen bedrogen uit. Dat is niet zo. Want waarom zouden ze mensen... dan Ze doen het mondjesmaat... Kijk, koningin Wilhelmina gestorven in 62, heeft vlak voor haar dood, en dat is bekend in Apeldoorn en de omgeving, want de hele buurt had last van de rook, heeft het persoonlijk archief met Hendrik de correspondentie, met de minister, alles in een kuil laten storten door haar houtvester, blikje petroleum erachteraan, sigaar erachteraan, weg was het. En uh, ja, het nadeel als je alles verbrandt is dat de ruimte voor speculatie uh, ja, open dat, blijft natuurlijk. Ja, dat moet... is een zegen voor ons filmschrijvers. <laughs> We gaan weer even naar uh, Brazilië, Japan, Griekenland en die Haaltkamp. Hoe gaat het daar? Het gaat goed. We zitten vlak voor rust. Het staat nog altijd 0-0, maar de Grieken hebben een man minder. Want twee keer geel is rood bij voetbal voor Katsouranis. Een ervaren jongen. was er al bij bij vorige WK's van Griekenland. En ook zelfs bij het Europees kampioenschap. Hij ging met rood. Van het veld en dus 10 eh, Grieken tegen 11 Japanners. We zitten vlak voor rust, maar nog geen doelpunten. wel. Een paar goede acties van de Japanners, een paar goede schoten van afstand. Eh, maar dat geldt ook voor de Grieken waar eh, Torresidis het dichtstbij was. Met een eh, goed schot en een redding voor Kawashima, de keeper van Japan. Met andere woorden, bijna rust. Nog eh, drie minuutjes te gaan tot de rust. 0-0 bij Japan tegen Griekenland. Ron Sacksmith is een uh, singer-songwriter uit uh, Canada. En we gaan uh, muziek draaien van zijn album uit 2006: And Now the Day is Done. was a rude awakening guess it's time we all woke up and admit that something's very wrong the sun has gone it arose but never shone bear when you walked that lonesome road did it lead you to despair I just hope De D is dan van Ron Sex Smith. Was dat Nooit meer slapen. In gesprek met uh, Thomas Ros. In hoeverre um, ben je eigenlijk zelf ingehaald door de actualiteiten? Want, want je kunt wel denken van er zijn instituties actief en diensten die grijpen in in ons leven. Maar, maar de laatste jaren zijn er zoveel onthullingen geweest mm -hmm. over, over de NSA en, en andere diensten dat het, dat het wel lijkt alsof, nou ja, de machinaties de, die de, we bedachten... De, 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 de werkelijkheid nog... Ja, die waren eigenlijk soft vergeleken met wat er in werkelijkheid aan de ja, hand was. Ja. ja. Nee, de, maar ik... Even afgezien van zo'n heel actueel ding als Deming en in de tijd dat ik Fortuin deed was dat ook heel actueel... direct na Fortuin zo... Uh, zijn de meeste van mijn boeken... Zijn, spelen zich af in een... nou, tijdperk... Uh, direct na de oorlog, jaren 50, jaren 60... Daar waar het, ik wou net zeggen, daar waar het nog een beetje gezellig geheime dienst was of zo. Dus de oude, de oude spionage enzovoort, enzovoort. Um, en ik las vanmorgen in de Volkskrant bijvoorbeeld. En dat is ook zo dat de NSE en de CIA, maar ook de AIVD, uh, nauwelijks in staat zijn om, bijvoorbeeld, wat je nu hebt in Irak, ISIS, dat um, was bij Osama bin Laden ook zo, kunnen ze niet. Dat, zo werken ze niet. Dat werkt niet met satellieten, dat werkt niet met afluisters enzovoort. we samen met een lader werkten met persoonlijke koeriers op een kameel, ISIS doet het ook. Want ze weten dat. Iedereen wapent zich ertegen. Gaat dus terug naar de oude methode van mijn vader, zal ik maar zeggen. Bijna alsof je een gaatje in een krant prikt en je houdt de tegenstander in de gaten in een café. En dat vind ik weer heel geestig, want het is een soort terugkeer. Omdat die mensen worden gewoon per koerier op een kameel bestreden... die in de NRC wanhopig met satellieten monitoren zitten te luisteren. Osama Bin Laden had eigenlijk door James Bond gevangen kunnen worden in, in die ja, zin. Ja, eigenlijk. Maar dat is ook eigenlijk zo. Want Osama Bin Laden is niet gevangen eh, toen daar in noord India door satellieten, weet ik. Maar gewoon... Door, gewoon je, je zou het als factie niet durven schrijven. Eigenlijk door een tipgever. Dan zegt iedereen, ja, zo kan ik ook boeken schrijven. Dus dan kwam een man en die zei, Osama zit daar. Ja, maar het was wel zo. Wat ik, wat ik geestig vind is dat vaak de, de complotdenkers, waar jij je dan niet on, onder schaart, nee. want die, die bedenken onzin. En wat jij bedenkt had zo geweest kunnen zijn, en is uiteindelijk in dienst van het boek. Dat is vaak ook een manier om jezelf aan alles te onttrekken. He, de, de, dat is een manier om je, om je rug te keren naar alles wat er gebeurt, te zeggen: nou ja. Ik hoef de krant niet te lezen, want het zit toch anders. Of... Ja, maar dat doe ik dus niet. Dat doe jij dus ja, niet. Nee, want Ik ben een vermoedkante lezer en nogmaals, ik wil me echt... Ik proef bij jou zelfs idealisme. Wat, wat vaak niet samengaat bij mensen die overal iets achterzoeken. Ja? Complot, uh, complotdenkers zijn vaak een soort... Ja, die wel. Zijn maar, cynisch, maar, maar, maar jij bent niet cynisch. Nee, ja, ik kan het wel zijn, maar bij mij zit er... Heel af en toe zelfs, maar daarom zei ik van dat rare geef me een soort ev evangelisme in of wat dan ook. Ik weet bijvoorbeeld dat ik heel erg... Uh, ik heb ooit een boek geschreven, als je dat dan iets zegt, over de moord op de vier ICOM-journalisten in El Salvador. Dat was in 1982. Wat ik grote schande vond, want dat was, dat was echt... Uh, Nederland heeft er niets aan gedaan aan die jongens, die zijn echt in de militaire val genomen. En dat ging ik met zoveel... Alsof ik theologie had gestudeerd of zo, dacht ik op een gegeven moment. Met zoveel gedrevenheid tegen dat verdomde parlement hier zo, wat geen actie heeft ondernomen om dat enzovoort. enzovoort. Dat er zat een soort begeesting achter. Ja, wat een thriller auteur natuurlijk normaal niet heeft. Maar dat is lang niet bij elk onderwerp zo hoor. Ik heb het ook met de, met de oorlogsboeken die ik heb gehad, uh, gedaan. Daar zit het ook wel een beetje in, denk ik. En in, in, zo begon je het gesprek eigenlijk. De allereerste boeken. Dat is wat Theo van Gogh zo spottend noemt: een zoektocht naar Papi. Want in die allereerste boeken staat die BVD van toen, waar hij bij begonnen is. En noem op, centraal. En hoe je ondergesneeuwd kan worden daarin. En hoe je vermalen kan worden. En, en het heilige geloof in het anticommunisme en noem op. Dus dat, dat zit erin, ja. Maar het zijn eigenlijk eh, ook persoonlijke verhalen. Verpakt ja. als thriller en verpakt in een, in een theorie over hoe het geweest had kunnen zijn. Ja. Maar het boek over Van Gogh is. Ook wel een persoonlijke herinnering aan een man die je goed gekend hebt. Ja, maar ik had het nooit willen schrijven, omdat. Uh, kijk, de, op, op de dag dat Theo vermoord werd, diezelfde 2 november uh, 2004, uh, was ik al in Amsterdam, op, op de Linnea later natuurlijk. En toen kwam er al een journalist naar mij toe, die zei nou, u heeft de 6 mei geschreven en dan gaat u zeker het boek de 2 november schrijven. Op de dag zelf al. De dag zelf te zeggen, hey, je, bent, je bent wat snel, ik heb het is nog rustig gedaan. Lijkt me ook moet niet, wat snel. Ja, je niet doen natuurlijk. En twee, er zit helemaal geen complot achter de dode theo Een of andere idioot van een fundamentalist heeft de jonge beestachtig afgemaakt. Dat is het. En verder is er niks te vertellen. En veel later zag ik een documentaire die onder andere door Katje Schuurman is gemaakt. En daar dacht ik ook van: nou, Katje, je gaat, nu ga je wel complot denken. Nu ga je wel heel wild te keer als dat zo is. Maar het gekke is dat de vader van Theo Xel, bij de BVD werkte, dat ook zei. En dat er nog veel meer mensen zeiden. En toen op een gegeven moment was de verklaring. In het boek speelt een rol dat de AIVD, net als bij Volker fortuin, geweten heeft dat Mohamed Boujiri van plan was Theo van Gogh te vermoorden. Tevoren. Nou, dat heeft de AIVD eigenlijk erkend door te zeggen. ja, wij hebben Mohammed Boujiri in de gaten gehouden, zeggen ze. Afgeluisterd via de Haagse Hofstadgroep die toen opvond. Maar. Uh, het, het, het Openbaar Ministerie heeft de afluisterbanden opgevraagd. Ze hebben ze afgeluisterd. En dan zegt het de AIVD uiteindelijk: wij kunnen die banden niet geven. Dat zou het belang van onze dienst schaden. Eerst zei ze: de banden zijn kwijt, de banden zijn per ongeluk geweest en al die dingen meer. Maar wat kan je. Nou, alweer zo'n intrigerende opmerking. Wat kan je daarmee bedoelen? Wij kunnen u de banden niet. Dat mogen ze. Hè? Ze mogen ook de parlementaire commissie informatie weigeren. Weer, weer een vertrekpunt ja. uh, uh, voor dat boek. Wat uiteindelijk zoals ik zei, ook een, een, een persoonlijke herinnering aan een, aan een man was. Ja. Als je, mensen willen ook in iets geloven. Ik denk dat iedereen in iets wil geloven. En, en dat het daarom voor niemands welzijn leuk is... om te denken dat overal iets achter zit. Ja, uiteindelijk als je de geschiedenisboeken leest... dan weet je ook wel dat het allemaal poppentheater was... en net anders zat mm -hmm. dan nee. je dacht. Nee. Je, je begon ermee dat je, dat je ook uit een gereformeerd nest kwam... Mm -hmm. Dat, dat het geloof thuis een rol speelde. Mm -hmm. Dat heb je nooit helemaal afgelegd. Nee, nou niet. Het geeft meer de geloof wel hoor. De kerk wel, maar het geloof ja, niet echt, nee, toch? Nee, nee. Maar in tegenstelling tot generatiegenoten zoals Jan Siebelink, is iets ouder, of maar Maarten het Hart, heb ik een ontzettend leuke jeugd gehad. En ik heb me ook nooit afgezet tegen. Die. En ik ben ook twee keer naar die kerk gegaan en die preken duurden ook heel lang. En de zaterdagavond daarvoor was het ook de Gifmeerde Jongelingenvereniging. En de maandagavond daarna was het ook katechisatie. Ik weet het allemaal wel. Ik, zeg, ik heb wel tegen Maarten gezegd, verdomd, ik had het ook moeten gaan doen. Zoals jij, dan verkoop je veel meer. Want het niet geïnformeerde deel van Nederland, dat heeft allerlei theorieën over. Dat moet heel erg zijn geweest. En lijden voor die kinderen en zo. Nou, dat kan Maarten heel goed uitbouwen. Sibelink is heel streng opgevoed. Dat is strenger dan ik ben opgevoed. Ja, Jan Wolkers deed het ook al. En ze leren hier ik... gelezen, dus het is, het is natuurlijk een goede doelgroep. Ja, ja zeker. Het zijn mensen oh, ja, lezen. Weet, de Bijbel is het ultieme misdaadverhaal, zoals gezegd. Hè? Moord en doodslag, het komt op pagina's voorbij. Dus... En nog... hoe, hoe zie je God dan? Is dat een soort BVD of een geheime dienst <laughs> die, die, die overal in ingrijpt? Dat is dit, hier heb ik me niet op voorbereid op deze vraag. Dat, dat kan je niet zeggen. Ik weet dat mijn vader vroeger binnenkwam. Uh, dan kwam ik s'avonds laat thuis naar de bioscoop. Eerst wilde hij altijd weten welke film ik had gezien. En dan deden we heel stil, dan deed hij de, 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 de huisbar open. Dan deden we heel stil. Mijn moeder boven hoorde alles, maar die sliep al. En dan zei hij, wat denk je nou dat God is? Want mijn vader dwaalde op het laatst van zijn tekorten leven... eigenlijk wel af van dat geïnformeerde geloof en twijfelde. Dus ik weet, hij heeft heel vroeg een hartaanval gekregen. En tot mijn verbazing kwam ik thuis van de universiteit... en zag dat hij Sartre aan het lezen was. Maar dat gebeurde helemaal niet. Dus... En daar zaten we ook zo over te praten... Maar de vraag, wat is God voor je, is een hele lastige. Ik geloof in iets, maar dat, dat is zo ontwijkend. Dat zegt iedereen, ik geloof in iets. Nee, wat zou je willen? Iets, iets scherpends, iets creatiefs. Waar, waar hoop je op dan? Oh, ik ben, een, ik ben een hele naïeve gelover in, er is een voortbestaan hierna. Maar uh, 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 niet, uh, niet geïnformeerd, van, daar, daar gaan de schapen en daar gaan de bokken. Daar is de hemel, daar is de hel. Dat, uh, maar ik denk dat dat allemaal symbolen zijn geweest van... Nou ja, een nomadische volken die dat elkaar vertelden toen in het oude Israël en weet ik wat en zo. En dat doorgegeven hebben. Maar op hun manier hebben we vat. De hele Bijbel is één bonk. Ja, wat is het, symboliek? Dus een Adem en een Eva en dat soort dingen meer. Mijn vader zei altijd. Ik heb hier die vader weer. Uh, wat eigenlijk haak staat op het gift medegeloven. De schepping tegen Darwin. Mijn vader zei dat is uitstekend. Er staat in de Bijbel: voor God zijn de dagen, één dag is duizenden jaren, en duizend jaar kan één dag zijn. <tankt> dan heeft hij darwin groot gelijk. Want dan zijn de scheppingsdagen. Alleen Darwin zegt niet precies wie dat heeft gedaan of wat. Maar dan zijn de scheppingsdagen, zijn precies de, de era's, Die jaarperiodes waarin. Nou, dat staat ook in de Bijbel. Van eerst moet er licht zijn, dan moet er water zijn. Dat zal Darwin ook zeggen. Dan krijg je vissen, dat klopt ook. Of eerst krijgen we eencelligen, dan krijgen we vissen. Dan gaan we kruipen, dan gaan we het land op. Dat is helemaal Darwinisme. Er is niks mis met die evolutie. Behalve dat wij natuurlijk zeggen: ja, en dan komt er opeens één soort. En dat vind ik ook nog steeds heel vreemd: dat er maar één van die miljarden soorten geestelijk evolueert. Want dat doen wij, slecht en goed. Maar een kat is nog precies hetzelfde als een kat van een miljoen jaar geleden. En een tijger ook. En een, en een, die doen niks anders. Die nou ja, niet... kraaien blijken ook al aan een zekere maat van planning te doen. En, en olifanten ja, maar daar het, kennen het, ken ja, maar raal. Dat vind, en... dat vind ik ook zo'n biologisch dewaal. Dan klimt een aap op een kist en dan kan hij met een stokje naar een banaan slaan. Dan denk ik, snot verdomme. dat is wel een evolutionaire sprong. Van, dat is toch niks? Hij zal toch nooit, nooit ESMC-kwadraat doen? Hij kan toch nooit een auto maken? Hij kan toch geen piano spelen? Hij kan niet... Nou ja, ik vind het, ik, nou ja ik, mensen voelen zich erg verheven boven andere soorten. Dat, dat, nou, dat en, terecht, is zo. en terecht. En ze kunnen zich ook diep schamen voor andere soorten. Maar... We, hebben, we hebben het gehad <laughs> over, over je vader. En je hebt het over, over dat je hoopt op een, op een weerzien met, met anderen ja? uh, in het leven hierna. Dan denk ik vooral aan iemands moeder. Ja. Maar we hebben het helemaal niet over je moeder gehad. Nee, maar dat ligt aan de interviewer. Ja, vertel eens ja. over je moeder. Ja, mijn moeder was een, uh, een boerenmeisje. Wat... Uh, die verpleegster werd voor de oorlog. En net als mijn vader werkeloos werd, dus de crisis en dat soort dingen meer. En dappere dingen heeft gedaan in die oorlog. Ja, We hebben het inderdaad altijd over mijn vader, ja dat klopt. En na de oorlog gewoon zoals in die dagen gebruikelijk was. Omdat mijn ouders de kinderen hadden. Mijn vader dat werk ging doen, een soort uh, thuis was. En zij kwam, heel gek, zij heeft een sprong gemaakt. Zij kwam uit een heel vrijzinnig, hervormd boerengezin. De Noordoostpolder bestond niet, maar aan de rand van de Zuiderzee. En mijn vader kwam uit een heel streng geïnformeerd uh, pleeggezin. Want je vergat nog één ding wat van belang zou kunnen zijn. dat mijn grootvader. Uh, vermoord is in 1915. Toen was hij drie. Dus dat speelt ook nog een, een, een rolje op de achtergrond. Uh, en dat is omgedraaid. Dat vind ik heel beeld. Dus mijn moeder is die, die, die zwaardere, geïnformeerde kant gaan volgen. En mijn vader, is die, dat komt natuurlijk door zijn werk. de BVD, de, 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 de kennis van. En uh, ik heb alleen maar hele goede herinneringen aan mijn moeder. Maar. Uh, uh, ik, maar ik heb haar veel langer gekend. Dat is oneerlijk naar mijn vader weer. Eén, zitten geen mythen rond mijn moeder. Ik kan niet op zoek gaan naar mijn moeder, want ik ken haar veel te goed. Want ze is oud geworden. Maar ik heb haar natuurlijk ook veel langer gekend. Heeft ze je boeken nog gelezen? Ja. Was ze trots? Ja, behalve dat erin gevloekt werd. En dan zei ze: Jongen, waarom wordt erin gevloekt? En zei ze: zei ik, ma, moet je luisteren? Volgens mij gebeurt dat wel bij de, bij de BVD. Er ja, wordt gewoon gevloekt. Ja, ja heel trots. Maar daarmee zei je ook dat, dat, dat je vader waarschijnlijk op zijn werk vloekte. Sorry. Zo, neem maar neem een glaasje water. Wat ja. Ja, de... was je vraag? Nou, ik, ik, nee, ik zat gewoon te speculeren dat je vader dan op zijn werk waarschijnlijk ook vloekte. Als dat zo is. Nee, ik geloof niet dat mijn vader vloekte. Nee? Nee. Ik heb hem nooit horen vloeken. En uh, ik heb hem genoeg aanleiding gegeven om te vloeken wanneer ik daar was. Hij was een strenge vader hoor. Een hele charmante man, maar ontzettend streng. En, uh, maar het is oneerlijk om die vergelijking te trekken. Aan de andere kant, mijn interesse, de interesse van jongens in hun vader, komt veel later natuurlijk. En zo'n mysterieuze figuur van wie ik niet weet wat hij wat voor rang had, wat hij heeft gedaan. Wat ze, ja, mijn moeder was een lieve huisvrouw, die zorgde voor je. Die stopte je in bed en die <coughs> bracht je een kopje chocola. En die was er als je ziek was en uh, noem maar op, dierbaarder, maar, uh, ja. maar geen mysterie. Ja, ja. Goed. Dank dat je te gast wilde zijn. Terug met volkortse vlugroute naar de plek waar je ja, gaat, ja, gaat schrijven aan het nieuwe ja. boek. Ik vond het leuk dat je te gast wilde zijn. Thomas Ros, dankjewel. dank je wel. Dank je. Straks is Nooit meer slapen terug met het...